Een nieuwe escalatie in het aanhoudende geweld tussen Israël en de Palestijnen. Terreurbeweging Hamas lanceerde eerder vanavond tientallen raketten richting Tel Aviv. Het komt na een dag van nieuw oplaaiend geweld. De hemel boven Tel Aviv is een kat-en-muisspel geworden. Israëlisch luchtafweergeschut probeert de raketten uit Gaza uit de lucht te schieten. Dat lukt niet altijd. Het komt na een Israëlisch bombardement in de Gaza-strook. Eerder vanavond wordt een flatgebouw van 14 verdiepingen met de grond gelijk gemaakt. اطفال بعمر 8 شهور استشهدوا احمد عريس عمره 24 سنه بعد العيد بخمس ايام عرسه ايش ذنبهم الاطفال بنات 7 سنين و8 سنين و9 سنين aan Palestijnse kant vallen er zeker 28 doden waaronder 10 kinderen in Israël komen zeker 3 mensen om het leven door de raketaanvallen het is de grootste escalatie van het geweld tussen Israël en de Palestijnen sinds de laatste Gaza oorlog in 2014 het is Aanval na aanval, vergelding op vergelding. En er is voorlopig geen einde in zicht. Niet alleen in Gaza, ook in Tel Aviv moeten de inwoners nu rennen voor hun leven. Het belooft een lange nacht te worden. Koens RTL Nieuws, Istanbul.